De regering bekijkt mogelijkheden om de inschrijfgelden binnen het onderwijs beheersbaar en betaalbaar te houden voor leerlingen en studenten, zei minister Henry Orry van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gisteren in DNA. Bij het verhogen van de inschrijfgelden is er reeds rekening gehouden met de economische situatie in het land. Echter blijkt dat verschillende doelgroepen moeite hebben met de jaarlijkse verhoging van de inschrijfgelden. De bewindsman geeft aan dat hij met de Nationale Ontwikkelingsbank zal kijken welke mogelijkheden aan deze doelgroep geboden kunnen worden. Ik zal met de NOB dus ook nader bekijken in welke mate vanaf MBO, HBO en het hoger onderwijs, universiteit dus de mogelijkheid geschapen kan worden tot een stukje regeling. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan 50% van de kosten terug kunnen krijgen van de staat, afhankelijk van of het nou materiaalkosten zijn of inschrijvingskosten. De doorgevoerde verhogingen hebben volgens minister Orry te maken met de stijgende kosten van onderhoud bij de scholen of andere onderwijsinstellingen. Behalve mogelijkheden voor mbo, hbo en universitair niveau worden er ook mogelijkheden bekeken voor het lager onderwijs en het voortgezet onderwijs voor junioren. In zin van lager onderwijs moeten we ook degelijk kijken naar mogelijkheden om een aantal ouders tegemoet te komen. In de vorm van de regeling dat ze in staat zullen zijn die verhoging te kunnen compenseren. Op zich is het zo dat we daarvoor kunnen kijken naar een stukje ondersteuning voor materiaalkosten. Wat ondertussen blijkt ook op onze lagere school RVOJ dat we steeds meer vanwege het veranderende curriculum materiaallasten hebben die te maken hebben met bepaalde opdrachten waardoor ouders extra moeten inkomen en dat moeten we kunnen bekijken hoe we dat moeten budgetteren vanuit het ministerie. Minister Orry benadrukt dat de regering gauw met een aantal steunmaatregelen komt om de doelgroep enigszins tegemoet te komen.